It is the Shabir Show. It's Shabir Burhani. Yo, dames en heren, hier ben ik weer. Een hele goede middag. Het is vandaag maandag 8 februari 2021. En zoals jullie kunnen zien hier in de omgeving van de Witte Kerk, centrum Noordwijkerhout, het is helemaal wit. Er ligt nog steeds veel sneeuw. Sterker nog, er is nog veel meer sneeuw erbij gekomen. En het sneeuwt nu ook nog. Houdt nog steeds 1,5 meter afstand. Dus het is hartstikke mooi. De regen en de sneeuw erop is een beetje verhard, merk ik. Het is niet meer zo zacht, want het heeft op elkaar gestapeld als het ware. En dit vind ik veel fijner om erop te lopen. En hier en daar is het ook een beetje aan het smelten waar de auto's aan zouden rijden. Dus. En de mensen lopen. Dus dat is fijn. Het heeft een prachtige, mooi uitzicht. En ik ben nog steeds aan het genieten. Kijk, jongeren ook daar. Ze rijden zelfs motor erop. Trouwens, ik heb een paar dingen veranderd aan mijn camera. Misschien hebben jullie het al gemerkt. Het trilt nu wat minder. Ik heb die externe wide lens, die grote lens weggehaald. Nu heb ik gewoon de originele 4K lens van de camera. Dus het beeld is wel een beetje kleiner. Want het is niet meer zo wijd. En het is ietsje ingezoomd. Maar dit heeft ook weer zijn voordelen. De kwaliteit is wat hoger, denk ik. En het trilt nu wat minder. Het is meer gefocust, zeg maar. Het beeld. Noordwijkerhout van toen. Noordwijkerhout van nu. Dus het is prachtig. Kijk dan. Een dikke laag sneeuw. Wow. Zij zijn sneeuw op aan het maken of zo. Hele pak laag sneeuw. Pakken. Sneeuwballen gevecht. Is echt leuk. Ik ga trouwens naar de bushalte om te checken of de bussen naar Leiden nog steeds wel rijden of niet. Ik heb het licht even aangedaan. Trouwens, ik heb ook iets nieuws aan de camera ontdekt. Toen ik die externe lens ging weghalen, zag ik dat deze camera gewoon infrarood heeft. Infraroodfunctie. Zeg maar night vision. Wat de Amerikaanse soldaten in oorlogsgebieden ook hebben, zeg maar, op hun helm. Je kan in de nacht gewoon met die lens gewoon alles zien. Ik heb het gisteren uitgecheckt. Kijk, hier is onze Albertijn. Ik heb het gisteren uitgecheckt en hij werkte gewoon prima. Dus ook al is er helemaal geen licht, het is donker, het is avond of nacht. Alsnog kun je met behulp van zo'n sensor of een laser daarboven dat lens... Kun je gewoon alles zien. Het is wel in het wit beetje. Je ogen lijken op een djinn, zeg maar. Het is heel apart. Ik ga het een keertje aan jullie laten zien. Het is wel grappig. Maar hij doet het gewoon. De camera is nu wat kleiner, want ik heb die externe dingen eraf gehaald. Alleen de microfoon en het licht zit er nog op. Waardoor het gewicht nu wat lager is. Het is wat lichter. En daardoor gaat het minder bewegen. Yo, leuk hè? Lekker genieten. Ja toch, zij komen ook in de vlog. Ja, dit wordt een mooie vlog, beste mensen. Mensen zijn op pad. Steeds meer mensen komen naar buiten. Corona is weg. We hebben corona verslagen. Door de sneeuw. En de weersomstandigheden. Dus als die bus naar Leiden rijdt, dan ga ik eventjes naar Leiden. Want ik moet mijn voorraad halal vlees in de vriezer van mijn... koelkast even bevoorraden. Het is al een tijdje op, maar ik kom er niet aan toe om nieuwe boodschappen te doen in Leiden. Ik haalde gewoon van die simpele dingetjes, groenten en zo, vis bij de lokale supermarkt. Maar ik heb nu wel zin in echte vlees. Kijk, hier is het ook mooi. Wauw. Alles is helemaal wit en besneeuwd. Echt heel anders dan in de zomer. Andere seizoenen van het jaar. Het is jaren niet zo keer gesneeuwd. Yes, bussen rijden gewoon. Gelukkig heb ik mijn mondkapje bij me. Over ongeveer 25 minuten
Naar de eerstvolgende bus naar Leiden. Yes, die neem ik gewoon. Kijk, het sneeuwt nu nog steeds. Zien jullie dat? Wauw. Dus ik neem jullie mee zometeen ook naar Leiden. Wordt ook een mooie vlog opnemen daar. Kijk dan, gezond eten voor snackprijzen. Dick van den Broek gewoon. Ik dacht eerst dat het is reclame van McDonald's. Maar hoeveel kun je rekenen? Mijn buurman, Dirk van den Broek. Heel aardig. Ze hebben laatst ook kaartjes aan de lokale politie gegeven als cadeau. En steunbetuiging. Omdat ze veel hebben meegemaakt. Politie, waakzaam en dienstbaar. Ze zijn goed bezig. Dus het komt allemaal goed, beste mensen. Ik heb goede stevige schoenen aan. Klimaat. Deze omstandigheden zijn uitstekend. Dus ja, de camera is verbeterd. Lens is gewoon een goede lens, originele lens. Microfoon zit goed, 4K kwaliteit. Alles zit. Vlog power. Ja toch. Het is leuk, zoals die meisjes vinden het leuk. Zie je? Ze willen ook in de vlog. Yes, wacht op de bus hier. Wat een mooie grappige meiden. Ze zien gelijk dat ik vlog aan het opnemen ben. Ze vinden het leuk. Kijk hoe leuk en slim. Zij ook. Grappig. Zo zien de besneeuwde straten van Noordwijk er hout eruit. Gedurende deze winter. Bakker van Manen. Gezellig. Mooie vooruitzichten. Een uitzicht. Iedereen is leuk aan het spelen. In de sneeuw. De Riemkabab is ook open. Zoals met dit weer. Leuk hoor. Laten we eventjes naar binnen gaan. Kijken hoe het gaat. Wauw. Nu ligt veel sneeuw. Yo, salam alaikum. Hallo. Alles goed man? Alles goed? Lekker veel sneeuw hè? Ja. Ziet er mooi uit. Maar wel minder klanten nu hè? Minder mensen. You're in the vlog. What's up? Mooie camera hè? Ja, mooi. Professionele camera. Ik ga een mooie vlog opnemen. Ja, beetje reclame maken voor de Riemkabab. Later hè? Succes hè? Dankjewel. Ja. Hey. Ze vinden het leuk. Dat is een Bulgaarse broeder en een Koerdisch-Turkse broeder. Harde werkers. Mashallah. Handkledingreparatie. Boutique Modo. Second hand shop. We hebben van alles hier. Toko Fashion. Aisko is nu dicht natuurlijk. Kapsalon Anneke. Daar Iraanse kapsalon. Grand Café Restaurant. Die zijn nu dicht in verband met corona. Paramedisch Centrum Bollestreek. Iedereen heeft een sneetje uit de lade, uit de schuur getrokken. Leuk hoor. Kijk, dat is een Afghaanse mobiele telefoonwinkel. Check de witte kerk dan. En dan wit. Yes, nu is die aan, ja. Klopt, ik ben YouTuber, maar niet zo heel bekend. Het is langzaam aan het opbouwen, maar jullie hebben dus, dat is een dikke pak laag, zeg maar. Ja, dat is een soort baby die je meteen kapot gaat gooien. Ga je dit kapot gooien hier op de straat gewoon zo? Nee, die van mij blijft, maar
heeft nu al iets van 6 baby's gehad en dit is mijn 2. Ja, dat is mijn 5. Het is wel grappig, maar hoe heb je dat gemaakt? Het is echt zo'n plat. Nee, die heb ik gewoon zien liggen. Oh, gewoon, oké, op de straat. Leuk hoor. Waar film je dit eigenlijk op? Dit is voor YouTube, dus kom straks op mijn YouTube kanaal. Maar ben je nu dit aan? Ja, ja, ja. Is leuk, succes, veel plezier. Ik ga zo meteen op YouTube. Ja, toch, doei. Doei. Arthur. Er ligt ook veel sneeuw hier bij Arthur. En Dirk van den Broek. Maar... wel een beetje diezelfde kerstsfeer, zeg maar, inderdaad. Eind december hoort het eigenlijk. Je woont ook gewoon in Noordwijkerhout? Nee. Oh, je komt uit Leiden zeker? Ja. Oh, leuk man. Je was zo eventjes op bezoek hiervoor. Ja. Ben je Marokkaans? Ja, Marokkaans, ja. Wat is je naam? Noordin. Noordin. Mooi, mashallah, moslim. Ja. Alhamdulillah. Ik ben ook zo'n YouTuber, zeg maar, zo'n vlogger. Soms ga ik gewoon leuk bijten, een beetje vlogs maken, dus je komt er ook in voor. Grappig. Je bent een beetje bekend in Leiden, of niet? Nee. Klein beetje. Oké. Je hoeft hier familie wonen of vrienden gewoon? Vriend. Vriend, oké. Je heeft daar bij hem overnacht, zeg maar. Ja, zoiets, ja. Oh. Heb bezoek gebracht. Nice. Ja, ik ga ook zo meteen met de bus naar Leiden. Ga een beetje halal vlees halen bij mijn broer. Kent u dat, zo'n winkel? Ja, die supermarkt. Marokkaanse winkel. Ja, dat is echt handig, want hier hebben we zo'n winkel niet. Dus ik ga meestal daarheen dan. Ja, dan moet je er naartoe gaan, hè? Ja, toch? Lekker met de bus. Gelukkig rijden de bussen. Want ik dacht misschien eerst, misschien rijden er geen bussen, maar die rijden gewoon wel. Ondanks deze sneeuw. Kijk, hier is het smolten gewoon, dus dat is wel fijn. Lekker sneeuwen en sleeën vanaf een helling. Kijk naar dit bankje dan. Noordin is een Marokkaan. Even kennis gemaakt met hem. Aardige gast, die gaat ook naar Leiden. Mondkapje erbij gepakt. Weet je wat wel irritant is? Als je baard hebt met mondkapje, je baard gaat helemaal geplet worden. Om die reden heeft de YouTuber en influencer die Tim heeft zijn baard helemaal weggeschoren, zag ik. Dat is wel grappig. Yes. De bus komt over 2 minuten. Gelukkig gaat hij gewoon rijden. De meneer zei misschien rijdt hij niet, maar tot 1 uur reed hij niet, maar nu wel hopelijk dus. Dat is wel fijn. Nice. Dus er rijdt helemaal niks. Nee. Maar op het bordje staat wel dat het gewoon... Ja, inderdaad, maar we moeten natuurlijk vanwege de stralen ook aankijken van hoe wat. Oké. En daarmee, kijk, als de veiligheid van de bus niet gewaarborgd kan worden. Ja. Maar hier is het gewoon sneeuw. Hier is het goed, maar je hebt andere stukken erbij, is het niet goed. Ja, dan geen probleem. Goed dat je het zegt, het man, dan weten we het. Dat we vanuit blijven liggen. Ja. Ik kom letterlijk 40, 50 minuten om hierheen te komen. Ja. Kan gebeuren, maar goed dat je het zegt, bedankt. Morgen. Dan weten we het tenminste, weet je. Morgen gaat hij wel gewoon rijden, dan gaan we gewoon morgen naar Leiden. Ja, toch? Geen probleem. Mondkapje kan af. Kijk, voor dit soort momenten is het handig om een auto te hebben. Daarom ga ik binnenkort gewoon als CBR weer open gaat en actief wordt. Ga ik weer gewoon mijn rijbewijs halen, inshallah. En ga gewoon een mooie auto kopen. Dan kan ik gewoon elke moment heen gaan waar ik ook wil, snap je? Ja, OV is ook wel handig. Alleen op dit soort momenten is het wat minder. Treinen rijden ook niet trouwens. Mijn baard is een beetje geplet door het mondkapje, maar maakt niet uit. Noordwijkerhout. Hallo. Hoi. Jullie wilden graag in de vlog kijken hierbij. Hallo. Ja. Dankjewel. Leuke meiden. Ja toch. Vlogpower. Ze kunnen vanavond checken. Abonneer en like op mijn kanaal. Iedereen vindt het leuk, zie je. Shabir Burhani, de bekende YouTuber, vlogger uit Noordwijkerhout. Mayon de Lafghani ook wel genoemd. Dit is de Shabir Show, het Shabir Burhani.